Wie koersen afwijkend van de centrale bankkoers noteert, is bezig de koers op te drijven. Dit benadrukt de financiënminister Stanley Ragubashing vandaag tijdens de vergadering van de regeringsraad. De bewindsman stelt dat de samenleving niet benadeeld moet worden en deed een oproep aan belanghebbenden om niet aan verdere koersopdrijving te doen. Wie een koers noteert afwijkend van de centrale bankkoers is bezig moedwillig de prijs op te drijven. De enige echte koers die echt in de markt tot stand gekomen is, is de koers die de centrale bank noteert. Wie daarvan afwijkt, is bezig de koers op te drijven. En wij willen dat beroep doen, dat we vorig jaar ook gedaan hebben. Doe dat niet. Je verdient genoeg. Je verdient tussen je aankoop- en je verkoopkoers. Je verdient niet. Het is niet de bedoeling dat je verdient door de prijs op te drijven van die koers. De minister geeft verder aan dat het opdrijven van de koers geen nationaal gedrag betreft. Hij gelooft dat een ieder die valuta aan de man brengt tussen de aankoop- en verkoopmarge verdient. We hebben in ons land in het afgelopen jaar iets gezien wat nog nooit eerder gebeurd is. En dat is dat een koers omlaag gegaan is. We hebben altijd geleerd als koersen omhoog gaan komen ze nooit meer terug. We zijn met ons allen als volk in Suriname, inclusief de banken en de cambio's en de handel, zijn we in staat geweest om de koers omlaag te brengen. En iedereen heeft daar voordeel aan gehad. Dus het is zonde dat we dat wat we met z'n allen opgebouwd hebben, nu aan het weggooien zijn door speculatie die koers op te drijven. Want er is geen enkele reden dat die koers omhoog gaat. Ik ga daar iets over zeggen zo direct. Maar ook hier, we hebben met z'n allen zijn we erin geslaagd om iets te doen wat nog nooit eerder gelukt was in ons land, namelijk die koersen omlaag te brengen. Iedereen had daar voordeel aan. De financiënminister zegt te hebben gemerkt dat er geen paniekreacties zijn ontstaan bij de samenleving sinds de recente koersstijging. Hij meent dat de samenleving daarop gecomplimenteerd mag worden.